Er is een nieuwe update in Cricut Design Space. De update lijkt groot, maar het valt echt mee. Het gaat puur alleen om de verhuizing van een aantal functies van het rechterzijpaneel naar de bovenste werkbalk. Ik laat het jullie zien met een kort voorbeeld. Ik pak even een vierkant. Ik zet hem even aan deze kant, zodat we onze blik aan deze kant kunnen richten. Vroeger, als je een vorm selecteerde, dan werd hier aan de rechterkant in het Layers panel, werd hier naast je vierkantje, zag je een schaartje of een klein score streepje of een pen of een printer. Dat is weg. Nu wordt hier uitgeschreven wat de vorm doet. In dit geval staat er cut, dus hij wordt gesneden. Vroeger als je er dan op klikte, dan schoof er onder deze laag een hele mooie balk tevoorschijn en dan kon je kiezen voor de printer, je kon de kleuren aanpassen, allerlei opties. Nou, dat is nu weg. Die functie is nu verplaatst naar de bovenbalk. Ik kan in dit geval, zodra ik mijn vorm selecteer, trek hem even hierheen, zie je hier bovenin, zie je andere functies zichtbaar worden. De functie cut, als ik op het uittrekpijltje klik, dan zie je ook de functie draw en de functie score. Als ik op draw, tekenen klik, dan verandert de lijn in een tekenlijn. Ik kan de kleur van die lijn aanpassen door op het vierkantje hiernaast te klikken. Ik kan mijn soort pen selecteren, bijvoorbeeld een marker. En ik kan de kleur selecteren, bijvoorbeeld blue van de washable fabric pen. Als ik de vorm weer selecteer, dan kan ik kiezen voor score. En dan wordt er een scorelijn van gemaakt. Vervolgens kan ik kiezen, als ik hem selecteer, voor cut. En dan kan ik hem vulling gaan geven. Het zij een kleur of een ander patroon. Nu staat hier bij fill, dat betekent vulling, no fill. Dus geen vulling. Als ik op het uittrekmenuutje klik, kan ik kiezen voor print. Nou, ik kan dan hier, in dit gekleurde vierkantje, laat ik het kleurenmenu naar voren komen. Ik kan een kleur kiezen. Color. Ik kan hieronder op Advanced ook zelfstandig een kleur selecteren uit het kleurenspectrum. Ik kan hier ook een hex kleur aangeven. Als ik die weer dichtklap, kan ik hierboven ook aangeven dat ik een patroon zou willen. Het patronenmenu werkt op exact dezelfde manier zoals dat voorheen deed. Je kunt een patroon selecteren. Hij laat hem met Edit Pattern kan ik het patroon aanpassen. Dus ik kan hem heen en weer schuiven, horizontaal, verticaal, of ik kan hem laten flippen, zoals dat zo mooi heet. En ik kan ook bij het patroon, als ik erop klik, een filter doen, zodat ik kan zoeken. Ik wil bijvoorbeeld zoeken alleen op de groen patronen. En dan komt alles naar boven waar de kleur groen in zit. Ik kan ook filteren op mijn eigen geüploade patronen. Het enige wat hier nu niet duidelijk inzichtbaar is, is het print and cut symbooltje, het kleine printertje. Nou, in dit geval, kijk, een patroon wat ik geüpload heb, is automatisch een print and cut. Dus je ziet hier nu ook aan de rechterkant cut en print staan. Als je nou een andere vorm zou hebben, ik pak even een nieuw voorbeeld erbij, een vierkantje. En ik pak even een plaatje. Nou, het eerste beste plaatje wat nu naar boven komt. Momenteel de gratis van de week plaatjes. De eekhoorn. Zoals jullie aan de rechterkant zien staan, bestaat dit plaatje volledig uit snijlijnen. Als ik hem nu helemaal selecteer en ik kies beneden voor flatten, dan wordt dit een cut and print plaatje. Dus alle kleuren worden geprint. En de buitenlijn van de eekhoorn zal gesneden worden. Ik kan ook de eekhoorn op het vierkantje zetten. Ik selecteer ze allebei. Ik kies voor flatten. Nu wordt de eekhoorn geprint. Het grijze wordt geprint. En de buitenste vierkante lijn wordt gesneden. Dus hoewel die functie bovenin niet duidelijk zichtbaar is middels van het printertje,
zie je aan de rechterkant heel duidelijk staan dat het om een print and cut gaat. Dus ik ga even deze verwijderen. Nog één keer. Resume. Ik heb een vorm. Aan de rechterkant zie ik staan wat de functie is. Cut voor snijden, draw voor tekenen, score voor een scorelijn. En als ik hem aan wil passen, zie ik in de menubalk hierboven de aanpasfuncties staan. Ze worden alleen zichtbaar als je de vorm selecteert. Dus als ik hem niet selecteer, is die niet benaderbaar. Zodra ik de vorm selecteer, kan ik ze aanpassen. Naar draw, naar score. Ik kan de kleur aanpassen. Ik kan het patroon aanpassen. En ik kan de kleur aanpassen. Als ik meerdere vormen heb, een vierkant, een rond en een diamant, even ter voorbeeld, dan was het zo in het verleden dat als deze vormen verschillende functies hadden, dus de cirkel zet ik nu op tekenen, ik zet de diamant zet ik op scorelijn, dan moest ik, en ik wilde dit aanpassen naar allemaal snijden, dan moest ik stuk voor stuk deze dingen weer aan gaan passen. Stuk voor stuk iedere vorm selecteren. Als je een bestand hebt waar veel dingen in zaten, was dat altijd een vervelend werkje. Nu kan ik echter alles selecteren en alles tegelijkertijd nu weer een andere functie geven. Dus alles tegelijkertijd bijvoorbeeld op snijden zetten. Maar dus ook alles tegelijkertijd op een andere kleur zetten. Paars. En ik kan uiteraard weer een van de vormen selecteren en die weer zelfstandig op score zetten. Maar ik kan ze dus ook allemaal tegelijkertijd selecteren en allemaal op score zetten. Dat is nieuw. Dus daar kun je mee gaan spelen. Nou, als ik nu deze vorm heb en ik zet hem even op cut, want dan is hij weer zichtbaar. Als je wil zien uit welke cartridge komt deze vorm nu, want dat zat vroeger ook in het layers panel wat hier uitschoot, dan kun je nu in het layers panel selecteer je de vorm en daar klik je op je rechtermuisknop en dan wordt onderaan de functie image info beschikbaar. En je ziet hier, als je daar met je muis op gaat staan, automatisch dat dit de diamond is met het nummer erbij en je kunt op view cartridge klikken om de rest van de plaatjes uit de cartridge te bekijken. Dus let erop. Als je in het canvas zelf op de vorm klikt en je doet rechtermuisknop, dan wordt die functie niet beschikbaar. Je moet echt in de layers panel de vorm selecteren, rechtermuisknop en dan wordt onderaan image info zichtbaar. Nou, dit was hem. Dank jullie wel en als jullie vragen hebben, stel ze dan hieronder op de post van Cricut Corner Nederland.